Nu zie je dat doordat er een daadkrachtig beleid gevoerd kan worden, omdat alles republikeins is, dat de vooruitzichten voor Amerika op de korte termijn best wel wat positiever zijn geworden. Op middellange termijn verwachten we 2019 dat je echt alweer een recessie ingaat in Amerika. In Nederland werd even met de ogen geknipperd, maar het is uiteindelijk inderdaad president Trump vanaf januari. Wat betekent dat economisch? Nou, economisch betekent dat we veel meer fiscale impulsen gaan zien in Amerika. Dat zou je eigenlijk bij allebei de presidenten wel krijgen. Wie het ook zou worden, democrat of republikein. Van allebei hebben ze gezegd, van we gaan binnenland spenderen. We gaan minder geld naar het buitenland proberen te geven. Allerlei infrastructuurprojecten. Dat zie je ook al gebeuren. Je ziet ook dat de markt er al een beetje op aan het voorsorteren is. Dus dat leidt tot een kortstondige periode van behoorlijk wat groei. De grote vraagtekens zijn natuurlijk van wat gebeurt er daarna? Want waar komt dat geld vandaan? Dat moet geleend worden. Op termijn zal het ook terugbetaald moeten gaan worden. Heeft een Amerikaanse president de ruimte om de economie naar zijn hand te zetten? Amerikaanse president kan best wel wat doen, maar kan behoorlijk gebonden worden door de andere kamers van de politiek. Wat je nu ziet is dat het echt een hele grote overwinning is geworden voor de Republikeinen. Dus we zagen de afgelopen weken wat onzekerheid in de financiële markten. Nu zie je eigenlijk dat alles Republikeins is. Dat maakt het voor Trump heel erg makkelijk om beleidswijzigingen door te voeren. En wij verwachten dus ook dat hij best wel daadkrachtig zou kunnen optreden. Kun je ook uitleggen wat een typische republikeinse economie dan is? Nou, beide kandidaten willen meer gaan besteden in het binnenland. Bij Trump gaat het er vooral om dat je dat geld dan elders weghaalt en dat je wat meer gaat lenen. Dus minder uitkeringen, minder gezondheidszorg. Bij Clinton zou dat betekend hebben meer belastingen. Minder goed voor het bedrijfsleven dus. Dus wat dat betreft zie je dat Trump veel dichter bij het bedrijfsleven staat en op een hele andere manier zijn bestedingen gaat financieren. Dat accent verschilt tussen die twee kandidaten, betekent dat ook iets voor de rente? Wij denken dat de rente omhoog gaat, maar dat zal bij allebei de kandidaten zo zijn geweest. Je ziet niet alleen dat er meer vraag komt naar kapitaal, dus de prijs van het kapitaal zal iets omhoog gaan. Tegelijkertijd komt er ook meer inflatie in de economie en die inflatie zul je ook terugzien in de rentemarkten. Nou denk je bij een republikeinse president al snel dat dat dan goed is voor het bedrijfsleven? Nou, heel concreet heeft Trump aangegeven dat hij de belasting voor bedrijven wil gaan verlagen. Hij heeft ook gezegd, ik ga al dat geld dat grote bedrijven als Google en Apple in Ierland hebben gestald, ga ik terughalen. Dat zullen die bedrijven minder leuk vinden. Dus het is van beide een beetje. Het is wel heel anders dan Clinton die gewoon gezegd heeft, we gaan de belasting iets verhogen. Dus wat dat betreft is Trump denk ik netto wel iets beter voor bedrijven. Maar betekent dat dan ook iets voor je beleggingsbeleid? Voor ons beleggingsbeleid waren we vrij neutraal als het gaat over deze verkiezingen. Nu zie je dat doordat er een daadkrachtig beleid gevoerd kan worden, omdat alles republikeins is, dat de vooruitzichten voor Amerika op de korte termijn best wel wat positiever zijn geworden. Op middellange termijn verwachten we 2019 dat je echt alweer een recessie ingaat in Amerika. Je had inderdaad al eerder gezegd dat je in 2019 een recessie verwachtte. Dat blijft zo? Die lange termijn verwachtingen worden niet wezenlijk anders? Ja, die verwachtingen blijven zo. Wat je ziet is dat door het hele ruim monetaire beleid van de afgelopen jaren zijn er toch her en der wat excessen ontstaan. De hogere inflatie, de hogere rente die we gaan krijgen, ook door het Trump-beleid, zal ertoe leiden dat centrale banken wat actiever gaan worden. En uiteindelijk zal dat toch een paar van die luchtbellen die gecreëerd zijn doorprikken. Dat leidt tot een matige recessie rond 2019. Wilt u reageren op een uitzending van Egon Beleggings TV? E-mail uw opmerking of vraag naar beleggen@egon.nl.